Hallo kijkers van Tax Gameplay, welkom bij deze nieuwe video hier op ons kanaal. We zijn weer samen met Mark en de productieslet luistert ook weer mee, maar Goeie dat maakt niet uit. Uh, we gaan weer huizenboordelen. Het is toch geweldig hoor. en gelijk maar verder. Het is, is een geweldig concept en het. Ja, wordt dit is geweldig. geweldig. Uh, uh, Uitmelken die handel. Trouwens, ik zal eerst mijn controller even wegleggen, want ja, ik ben uh... geen gamer meer. Ik ben niet aan het gamen nu, dus uh, dat ligt goed. Oké, okay, uh, almere. Almere, voor leven, ja. Kut, kuthuis. Dus eigenlijk, een paar jaar geleden, nou, een paar jaar geleden, volgens mij, voor de oorlog, was het voor mij nog geen land, zou je hier gewoon in het water zitten. Gewoon ergens midden in ja, de het Zuiderzee. Ik heb vuil gore kleren, zo, ik sta midden in het IJsselmeer, ja. Nee, hey, het was nog geen IJsselmeer, het was de Lauwe Zee. Oh, nee, ja. nee, de Lauwe Zee, dat is hier. Nee, nee, nee. De, de Zuiderzee. Laat maar, de, laat maar zitten, hoor wat ik nee. bij de lauwe zee. Nee, maar, ja. uh, uh, nou, we zien een huisje. Het is, uh, ik vind het lelijk, maar er zijn vast ook. de badkamer is op zich mooi, mooie badkamer. Van er binnen, vast, van, binnen het het van, van binnen vind ik het mooi. Van binnen vind ik het allemaal mooi. interieur nee. vind ik niks mis. Vind interieur het, vind ik ook lelijk. Nee, ik vind het interieur vind ik wel mooi. Ik zou er niet kunnen. Wouden. Ik vind alleen deze douchekop vind ik meer op een deel dan een staafje, maar dat terzijde, daar gaat het niet om. Uh, dan moet ik toch wel zeggen dat uh, woonoppervlakte 122 vierkante meter is volgens mij wel groot, neem ik aan. Dit daarentegen nou, valt wel een beetje mee. Maar drie slaapkamers, het is al meer. Drie slaapkamers. Ja. Het zal wat duur zijn. Ik vind het wel een beetje raar huis als je het zo ziet. Ja, het is een beetje raar gebouwd. Maar ze me klik bijna door. Maar ja, het, wat, wat het, gok het ook al Wat gok ja. prijs? Ik gok, omdat het ook Almere is. En elke verstandig gehandicapte uh, mens in Nederland wil daar wonen. Dus dan zal het ook wel duur zijn. En het is een nieuwbouwhuis, neem ik aan. Ja, ik zal geïsoleerd zijn. Want, want, want het is lelijk. Uh, dus ik zeg. 300.000. Ja, ik denk iets meer. Ik denk 450. Ja? Nou, we gaan het zien. 400.000. Nou, ik had het iets boven, denk het zal iets duurder zijn, want ja, het is nee. een het is wel een nieuwbouwhuis in de randstad. Ja, het is niet helemaal randstad natuurlijk. Nee, maar het is wel triest. Het is dus wel triest. Komt wel in de buurt. Ja. Nou. Zeker. Nou, dat is niet ver vanaf, allebei niet. Jij wel, ik iets minder, maar of nog allebei wel broers. Dus mensen, als je dit kijkt en je komt uit de randstad, sterf aan ja. ziektes. Maar abonneer wel, nog je kinderen. En ja, iedereen en die je belletje, kent. En like en doneer. Ja, doneer vooral. Ja. Nou, ja, we gaan wij. nu naar een lelijk huis in Zwolle. Over, ja, Zwolle, dat het een Overijssel ligt. Zo ver was ik ook nog wel. Maar ja, bedankt dus, dat je het er even heen nou, zit. Euh, ja, dank u wel, de uh, ja. ja. Goed. Woonopaflakte is iets kleiner. Perceel is ook allemaal iets kleiner. Het is allemaal een beetje kut. Wel, wel vijf slaapnames. Nou. Ja. Kijk. Niet super groot. Het is een lelijk rijtjeshuis. Zwolle is niet voor mij de duurste plek om te wonen, maar het is wel in de stad. Ik dus, denk door die groene vo voordeur dat de prijs wel met 150.000 naar beneden kuilt. Dat denk ik ook wel als je dat die buren hebt met die deur. Ja, dat ja, denk ja, ik ook. Kijk, dan zou ik eerder gewoon deze deur eraf flexen en dan gewoon dat je door die ja. deur naar binnen kan en dan zo het huis in. <laughs> ja, precies. Ja, dat zou ik doen. Nee, maar goed, uh, ja, prima tuintje. Het is wel in de stad. Hier zou ik ja. op zeggen 300.000. Hier zeg ik: uh, het is, het is zwollen, dus het uh, ligt een beetje op grensgebied. Nou, het grensgebied, ja, het is gewoon Duitsland eigenlijk, nee, grapje, het is het Overijssel. Ik zeg: 301.000. Nou, oké, dat gaat zien. Nou, je zat er dichterbij, yeah, <laughs> maar het scheelt niet veel. <laughs> yes, het is wel een nazistreek daarentegen. Ja. Yeah. <laughs> Maar ik vind dat wij hier wat beter in worden. De vorige aflevering ja, zaten we de eerste, denk... tweede wel verder vandaan. Ja, precies. Ja, Maar we gaan ja. gewoon lekker door, joh. Ja. Maar... Oké. Okay. Kampen, Ook Overijssel. Um... Fijn. Op zich, ik, ik vind. vind die, het... ach... die achtertuin is nou niks. Dat valt me nou al op. Nee, hm. laat maar. Ja, nee, maar de achtertuin is niks, nee. Maar het is niet helemaal goed onderhouden. En als ik zo hier naar Wat mij het meeste soort delen het hele huis, Je kijkt naar die voorgevel. Ja. Heel mooi dakgootje. Ja. Dan ga je een ander ja. blokje toe. Dan denk je, ander kleurtje. En dan volg je zo die dakgoot. En dan ga je zo naar boven. Ook mooi mooie kleur dakgoot, En dan denk je, bam. Wat de... Ja. God. Ja, oh, precies. Je, ik ik snap dat je niet met je buren kan misschien, hoor. Maar overleg nee. even de kleur dakgoot. Ja. Hoeveel is dat gevraagd, dames en heren? Dit is toch een zebra op een fucking huis. Het kan toch niet dit Daarentegen vind ik het wel een hele futuristische oven met dat mooie rondje, hier het ovaaltje en zo. Hoeveel joden kunnen er in, uh, Hoeveel uh, oh, pizza's shit, kunnen erin? <laughs> hoeveel pizza's kunnen erin? Ja, weet ik niet. Maar ja. het is niet super groot. Uh, 9 meter. Het is wel in het centrum, gok ik, I guess. Um, ja, want het, het zit allemaal hutje bovenop elkaar en er zit zo'n uh, inparkeer. Uh, vlak, maar volgens uh, mij in uh, Kampen de... heb je wel een universiteit, toch? Dus het kan wel heel geschikt zijn. Vraag voor studenten. je aan mij. Nou, weet ik dat... niet. Maar voor mij in kampen. Het kan wel zijn zijn dat daar een universiteit zit of zo, of een hogeschool. Heel veel mensen op zitten. En dan kan je dit heel duur verkopen. Aan 15 studenten. Die dan 300 euro per maand betalen. Dus dan kan het heel veel geld opleveren uiteindelijk. Dus dan denk ik toch dat je dit huis wel 210 Gok ik dan. En niet zo zit, moet je niet zo dichtbij, maar zitten meer eigen bod uitzoeken. Of man. Ik denk, ja, maar uh, hoezo mag ik niet dicht... Als ik een, zelf een vermoeden heb. Ja, maar dan kijk, ik heb het dus eerst gezegd. Uh... En dan is het heel lullig om een... Ja. ja. <laughs> dan zeg ik, wat heb ik trouwens? 211. Dat is een beetje lullig. Nee, ja, ja, ja oké. Okay. Ik zeg 250. Nou, dat kan. Dat kan. Dat vind ik een mooi bad. Dat vind ik een mooi bad. Kan ook. Hoor. Ik ja. weet het ook niet. Ik, ik zei 210, toch? Ja, weet ik veel. Ja, is 210 zei je. Ik zat wel dichterbij, een beetje overschat, maar, ja, ja, ja. maar daarentegen moet ik wel zeggen dat het best wel klein is. Maar ja, ja, ja dan weet dat je dat van tevoren? Het is ook lastig in te schatten hoor. Maar ja, zo is het. Waarschijnlijk is Kampen gewoon een kutdorp En daar dus dacht ik ja. dat ik een universiteit had, dus het zal wel liggen. Maar we door. Ja. Laren. Laren, ja juist. Ja. Uh, is het niet het huis van Gerard Joling, joh? Uh, het zou heel goed kunnen. Oh nee, die woont in Schagen. Nee, laat maar, laat maar. dat is ook nog een land, maar die woont in Schagen. Zoek maar op, dames en heren. Gerold Joling woont in Schagen. Ik weet zijn huisnummer niet, maar ik weet dat hij wel in Schagen. Van. Maar, oh, uh, me vertel jij ja, ja, eens, wat vind je hiervan? Wat, wat ik hiervan vind, nou ja, het is laren, dus, dus het is duur. Ja, het is duur. Uh, ja, ja, ja. Ze hebben uh, Lamborghini, hebben ze aan de kant gerold. Die uh, krijg je niet bij. We, goed, uh, dus, en ik vind het ik wel een lelijk huis, moet ik zeggen. En het is een 201 onder kap kapwoning ook nog. Ja, dat is het wel. Maar het is ja, laag. Het is laag, Het is wel laag En je hebt wel wonen en best wel veel. Uh, nou ja, best wel veel. Je hebt, je hebt een redelijke oppervlakte. Vier slaapkamers. Valt me toch een beetje tegen. Ja, en wat <laughs> ik dan wel moet zeggen. Um, dan heb je een heel duur huis? Nou, op zich. Het huis zal wel best wel duur zijn. En dan heb je zo'n televisie. Ja, dat is, ja. Dat ja, net, 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 net gewoon een koelkast, cool man. Je kan er ja, maar in dat dat ze hadden het, het huis gekocht. Dus er was geld geen geld meer voor de televisie. Nee, ook geen nee, geld voor een meubel waar de televisie op kan staan. Maar komt het ook nee, bij de precies, Ikea weg? Daarom. Goed. Maar uh, ik zeg, uh, maar, zal ik een prijs gaan zeggen? Zeg jij eens een prijs, jongen. Ik zeg uh, 450.000 euro. Ik zeg 810. Dit is mijn uitspraak, daar zult u het mee moeten doen. Ik zeg 810, ja? Oké, okay, ja. Zo zijn tegen. Moet ik wel zeggen dat het een mooie dakplantaan is. Zo heet die boom, dakplantaan. Ja, precies. Nou, laat me zien. Nou, nou, no. Ik ben hier zo slecht in. Hè? Voor de grote bedragen moet ik zeggen dat ik dit niet super verkeerd heb ingeschat. Ik zat maar 110 naast. Nou, dan zit ik er ook niet ver vanaf. <laughs> nee. nee het is maar een dubbel. Kijk, qua percentages het. zat ik helemaal niet zo veel ver vandaan. Toch? Nee, ik nee. ook niet. Nee, jij ook niet. Dan <laughs> mag de kijker zelf invullen wie er gewonnen heeft deze ronde met Laren. Oké, okay. we gaan weer naar Groningen. Groen, de Dream. Rode Gras. maar ja, dus de Dream-provincie. Provincie. Um, Provingie. Provingie. Zo, best 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 Laag was het, wie kreeg. Bedrijf, het bedrijfsoppervlak, maar dat huis dat hoort er dan niet bij. Het is alleen de schuur of wat de fuck. Leon zet er niet bij. Ja, het huis is zo groot en geen foto's van het hey. huis. Wie is Leon? Ik ken alleen productiesled. Die nou, de productiesled zit er niet bij wat het huis is. Dus Leon, kom er even bij. Productiesled, ik, kom er even uh, bij. Ik hoor, ik hoor net in mijn oortje gefluisterd: het huis hoort erbij. Ja, dus het huis hoort erbij. Geen foto's van het huis, geen, geen informatie over het huis. Maar dan nee. ronden we het huis even af op... Uh... Maar daar kan Leon niks aan doen, want het is, uh, het is op uh, funda. Uh... Nou, het is wel verkracht op funda, zeg maar. En nou zegt de productie, maar schat niet te hoog in. Nou, dit vind ik toch wel... Uh... Nee, het is het is wel oké okay groot. Uh, ik weet niet wat je met deze stellingen moet, maar... Uh, kinderen instoppen. Dat kan, kan. Uh, het dat is... zijn allemaal stapelbedden, zie je dat? Ja, ze ben het stroom nog vergeten. En dan kan je ook kan best bar... <laughs> Nee, grap. <laughs> um, nee, wat, wat gok jij? Ik zeg uh, 350.000 euro. Dit is veel te laag waarschijnlijk. Maar goed. Nou, ik doe 4.000. Die 1500 is van de schuur, zegt Leon. Die 1500... Ja, nee, uh, zover was ik ook nog wel. Ja, bedrijfshal, oppervlakte... Maar dus ik wat... denk, ik zeg het dat is ook even duidelijk voor de kijkers. Dat is ook duidelijk voor de kijkers, oké. Okay. Nou, we gaan, we gaan verder, ja? We gaan verder. Kijken wat het is. Nou... Wat had jij gezegd eigenlijk? 450 heb ik gezegd. Nee, 410. Oh, okay. Ja, maar ik ben eigenlijk best wel slecht hierin. Ja, dat weet ik. Net als de vorige video... Ja, maar toen zat je niet heel ver van mij vandaan. Die was ook crack. maar ik heb geoefend. Nee, natuurlijk niet. Ik weet het ook niet, joh. Ik doe ook maar wat in het leven. Ja, we gaan door. Putten. Drie parkpunten van Putten. Drie, <laughs> hoe zei ze dat ook alweer? Van Londen? Ja, dat weet je. <laughs> um, ja, oké. Okay. Gelderland ligt de huizenprijs wel iets hoger dan Ingrun. Maar ja het is niet super het is wel ik ook... ken ik ken dat wel dat plekje Putten dus het zal wel geld het zal wel geld waard zijn ja, ja ik ken het ik het, het kan wel zijn dat het vlakbij hoe ligt bij hoe uh, heet dat daar allemaal Blaricum in de buurt of zo dat is ook gelderland Blaricum ja maar... Kutten van stuk tv stuk tv zegt de uh, productiesletje oh oh wordt is daar oh, geen idee uh, maakt me ook verder niet uit uh, we hebben hier uh, een huisje met een garage zie ik, een, nou, hier de deur van de garage, je kan heel mooi mooie frituurpan inzetten. Een oké okay tuintje, Precies. kijk maar het perceel is bijna 1000 vierkante meter. Uh, woonoppervlak 140, is ook redelijk groot hoor, daar kan je wel... Nou 140. ik vind dit huisje wel mooier dan die uh, dan, dan, dan de andere. Ja ik, ik zou hier wel in kunnen wonen. Oh, putten bent. is. Uh, oh, even een uh, belangrijk feitje bij, bij dit huis. Putten is dus. Uh, van, dat is dus in een video voorgekomen. Dat toen ze de namen uh, van plaatsen gingen veranderen. Oh. Zeg maar dat ze van die verkeersborden gingen wisselen en zo. Dacht oh, ik zo. en wat gingen ze aan putten doen dan? Ja, weet ik niet. Dat weet, weet productiesletje wel, toch? Maar ja, wat was dat dus van putten gemaakt dan? Kutten. Uh, kutten. Oh, <laughs> oh ja, dat ja leuk ja nee ja precies dat was ook nee, een nieuwe kopje uh, trouwens ja um, nou wat, 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 wat denk jij en doen ze wilde gok ik uh, ja maar ik zit toch weer waarschijnlijk veel te, uh, veel, te veel ik zeg weer uh, um, 285.000 en 3 cent nou, maar ik gewoon even van 285.000 dat dus vergeet ik dat gewoon uh, ja, jij zegt 285. Ik vind het wel iets meer geld ja. waard. Ja, ik 14. Ik, ik, ik eigenlijk ook, maar ja, ook mijn nog zeggen. We ik gaan voor mijn 14. chips op. Oké. Okay. <laughs> <Door. laughs> nee. Yo, 800.000. Venray Limburg. Ja, je hebt wel een dubbele garage en je hebt een stiga garage. Productie productiesletje zijn van tevoren, van dat dit huis wel. Dillenhagens bestemd was. Ja, maar het is wel echt lelijk, man. Witte steen. Wie wil een huis van witte steen? Ja. Jij maakt zelf een, een, een huis met en dan maak je na afloop witte steen. Nou, dat heeft al gedaan. Nee, okay. maar okay. kijk, als het nou een huis was met gewoon met mooie boomstam of met mooie rode baksteentjes, van die mooie oude klinkertjes, dat kan, dat kan dan hè. Nou, geen klinkers, want het ligt in de straat, maar bij wijze van gewoon van die mooie witte boerderijsteentjes, weet je wel. Dan zou ik de kopen met een zwembad erbij met een dubbele garage. Maar je wilt toch geen dubbele garage met een huis met gewoon witte cementstenen, of wel? Maar het is Limburg, hè? Dat is dus met, met een zachte G, dus ze zijn daar achterlijk. Dus. Nou, wat, 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 uh, wat zou ik even zeggen? Want Jij hebt een paar keer achter elkaar gezegd. Vier slaapkamers. 800.000. Nou, ja, jij zegt 800.000, maar ik wil nog eerst een bot uitbrengen. Ik zeg... 1,4 miljoen. 1,4 miljoen. Ik zit er weer zo hard naar. Nee! Nee! Yes! Hier ben je de eerste dat ik eigenlijk best wel dichtbij zit. Wat ben ik goed. Ja, of. Ik ben eh. Of. Dit is gewoon gefotoshopt, dit zwembad. <laughs> ja, ja, natuurlijk. Maar, ik, dan ligt het toch aan een beetje stenen, wat ik al zei. Door. Ja. Brunsums. 800.000. <laughs> nou, 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 die staat nieuws, die staat. Nee, um, ik zeg. <coughs> <coughs> ik zeg 180. Ja, ik zat, ik zat dus ook een beetje bij die counter-ride te denken. Dus ik zeg: um, om toch even een statement te maken: 150. Weer gewonnen. Jij bent niet haaks goed, hè? Ah. Nou. Maar ik zou de, vind ik, moet wel zeggen, dit is echt zo'n zo, zo afzuigkap die mijn oma ook heeft, zeg maar. Ja, precies. Ja. Dit is ja. asbest. Krijg je er ook gratis bij? <laughs> <laughs> Fijn. Nou, leuk huisje leuk. in Wassenaar. Wassenaar. woont in Blarikum of Horikum of Wassenaar. In Adam Zuid of Laden. In Naden zijn er ook een paar. In Naden zijn er ook een paar. Allemaal ja. weer. Uh, maar. Uh, Eerst even, wat voor iemand zou hier nou wonen? Als we op deze foto kijken. Uh... <laughs> iemand die een aandelen gedaan heeft. Uh, Dick Maas, uh, Laura Schriels. Uh, Fred Teve, weet je wel, die buschauffeur. <laughs> ja, ja. <laughs> dat zou me zo kunnen, weet je wel. Ja, dat zou zo kunnen. Je hebt hier een mooi theehuisje. Leuk je hebt een zwembad en een meer. Uh... Krijg er ook bij. Ik zou zeggen, Simos zou het kopen, die kan hierin vissen. Is je weer het gespreksonderwerp in de video. Waar ja, dat wil oh. ik wel even benoemd ja. hebben. Kleine ja. slaapkamers. Veel meter. 619 vierkante meter wonen op een vlak dat je daar geen 620 van maakt, weet je wel. slopen er één muur uit en dan is het 620. Staat net even leuk. Maar... Ik uh, mag ik wat zeggen. Ik ja, zat te denken of. Of 350.000 of 3,5 miljoen. Daar zit ik zit nog even over te twijfelen. 3,5 miljoen. Nou, ja, ik zeg 3,5 miljoen. Zal ik eens gek doen? Zal ik eens zeggen 10 miljoen? Doe maar. Het, ga, het zal vast goed zijn. Nou, ik, ik vind gelijkspel. Gelijkspel. Ja, ik vind gelijkspel. Ja, gelijkspel. We zitten er allebei gewoon naast, maar dat maakt niet uit. De percentage zou jij, denk ik, echt gewonnen hebben, denk ik. Maar... Ja. Het was wel meer, dus daarin had ik wel gelijk. Ik deed even een wilde gok, weet je wel. Ja, dit vind ik wel erotische foto's, maar we gaan verder. Oh, dat was het einde dan. Ja, uh, geweldig. Wat vonden we van deze aflevering? Tegenvallen. Ja, we gaan even, even langs de huizen. Jammer, ja, kuthuis. Het is ook een kuthuis eigenlijk. Eigenlijk zat er geen leuk huis tussen, die dakgroot. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Ja, Iedereen in deze video, als je zo'n dakgroot in je leven hebt. Ja. ja. Ik kan aardig wat zeggen, maar ik denk hey. dat vind ik ook weer onaardig, maar doe het niet, Play. Doe het niet. zelf Ja, dat wou ik ook zeggen, maar dat doen we niet. Maar uh, <laughs> ja, Laren, kuthuis, dit is een mooi boerderijtje voor je kwekerij. dus dames en heren, waarom is het maar 500.000? Je kan hier zoveel wiet in verbouwen, dat is niet normaal, ja. dus koop het, koop het gewoon, ja. En hebben jullie er inspiratie op gedaan en willen jullie ons laten weten wat jullie van deze video vonden? Doe dan abonneren, like op deze video en uh, vooral uh, heb veel plezier in het leven. En uh, geniet ervan en zeg tegen iedereen dat iedereen moet abonneren. Ja, ik weet zelf wat Imax zegt, ik ben wat te zeggen halfman. Uh, ons productiesletjes is een hoer. Ik het mee eens. Later.